vuile handen maken. Dat vond ik nou een prettige bijkomstigheid van slagwerkspelen. De slagwerker moest zijn eigen gereedschap maken. Daar ga je dus ook niet heel erg subtiel op spelen, dan ga je gewoon op slaan. Zou ik dat even doen dan? Ja, sla maar. Sla erop, op. Drumstel is natuurlijk mijn popverleden. Ik ben opgegroeid in de tijd dat de Beatles en Rolling Stones opkwamen. Ik was de eerste met Beatle haar in mijn dorp. Daar ben ik nog steeds erg trots op. Frank Zappa en The Mothers of Invention. Nou, dat vond ik zo fantastisch. Niet alleen was het ontzettend obscene en weet ik veel, maar het slagwerk met marimba en af en toe werd het gedirigeerd. Zo dat ik wist niet precies wat ik zag. Dat vond ik erg indrukwekkend. Ja, dit is natuurlijk wel een Zappa-loopje. Plus in combinatie met de wat drogere muziek van Stravinsky, die ik pas leerde kennen toen ik 20 was misschien. Dan hebben we nog meer boebams. Ja, dat is ook de popmuziek natuurlijk. Kijk, er zijn zoveel aanknopingspunten met slagwerk in mijn beroepsleven. Dus toen ik een stuk ging maken voor het ASCO-ensemble, dacht ik, laat ik gewoon kijken hoe ik mijn eigen relatie met het slagwerk in muziek kan omzetten. Het is niet zo dat je aan de manier waarop de koebellen worden gespeeld kan zien wat ik gedacht heb toen ik dat schreef. Dat is niet zo. Dat is wel zo dat koebellen zijn heel belangrijk in muziek van Mahler bijvoorbeeld. En ook daarna in de Tweede Weense School. Dus dat zegt meer iets over een van mijn muzikale wortels dan dat het een portret is van mijzelf.